Coral Springs, 15 kilometer van de oostkust van Florida. Hier is flink wat schade, maar al bij al is iedereen oké. Nobody was hurt, no. Just made a mess. But everybody's coming out to help, so it's really nice. We zijn op weg naar Mark de Vlieger. Vrijdag nog timmerde de Vlaming uit Florida zijn huis nog dicht. Hoe zou het nu zijn? Zeer bang. De storm was... Het bleef maar duren. En we zaten binnen te kijken naar de regen, mijn zoon en ik. En afwachten, bang, gewoon bang. De totale ramp is vermeden, maar Mark is wel al 24 uur lang afgesloten van de buitenwereld. We hebben nog altijd geen elektriciteit. Of telefoonverbinding, of ik weet dat als mijn familie zit te bellen nu even uit België. En sorry guys, I cannot respond. You know. Maar Mark leeft en probeert nu zijn huis weer op orde te krijgen. Hij mijmert over orkaan Irma. Angst regeerde. En de natuur is genadeloos. We voelen dat we een stuk van de natuur zijn en we moeten aanvaarden soms ook wat er gebeurt. Je kunt niet anders doen, gewoon afwachten. Mijn vader zegt altijd, tijd geeft raad. En zo leven we in feite een beetje. Mark haalt nu de planken tegen de orkaan weg, terugdenkend aan Irma. Die stormen, die rukwinden, je kunt dat niet beschrijven. Je moet dat echt meemaken, zoiets. Die stoten, en die regen. En je voelt dat één stoot alles gewoon kan wegduwen. Zo. Ja. Ah, de zon. Ah, eindelijk. Daar is de zon en daar is mijn leven terug. Ai, 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 de zon.